is dus zo dat in onze maatschappij er een stijgende interesse is naar plantaardig voedsel, die eigenlijk het vlees kan vervangen of die dus dierlijk voedsel kan vervangen. Hè. En dus daarvoor wordt er heel dikwijls sojabonen gebruikt om die producten te gaan aanmaken. Nu, die sojabonen die komen nu nog altijd heel dikwijls uit gebieden waar dat soja een grote impact heeft op de biodiversiteit. En op die manier is dat dus eigenlijk niet altijd duurzaam. En soja is een gewas dat weinig inputs vraagt, zoals bijvoorbeeld stikstofbemesting of gewasbeschermingsmiddelen. En daarom past het eigenlijk goed in de duurzame landbouwstrategie die we hier proberen uit te werken. Het probleem is dat dat eigenlijk een gewas is die meer in warmere gebieden groeit en dus niet aangepast is aan onze omgeving. Vandaar dat ILVO al zeer lang probeert variëteiten te kweken die lokaal hier goed kunnen gedijen in onze koude gebieden. Maar om sojabonen te hebben die genoeg eiwitgehalte hebben, is er nog één iets extra's nodig. Die sojaplant die moet een symbiose, een samenwerking aangaan met een bacterie en via dat bacterie op natuurlijke manier stikstof krijgen die dan ingebouwd wordt in dat eiwit. En dat gebeurt via een symbiose met rhizobia-bacteriën. Op de wortels van die planten worden er kleine knolletjes gemaakt. En dat knolletje zal de bacterie stikstofgas uit de omgeving nemen en omzetten in een vorm die opgenomen kan worden door de plant. Sojazaden worden bij uitzaai geïnoculeerd met bepaalde bacteriën. En het is heel belangrijk om de juiste match te vinden tussen de sojavariëteit en de bacteriën. Zeker omdat hier in onze regio de bodemtemperaturen in het voorjaar vaak relatief koud zijn en eigenlijk kunnen zakken tot onder de 10 graden. Dus is het zeer relevant om de juiste combinatie te vinden tussen de bacterie en de sojavariëteit om eigenlijk op die manier het eiwitgehalte en ook de sojaopbrengst te gaan verhogen. Het idee van het project is om in 1000 tuinen in Vlaanderen soja te groeien. Te hopen dat er daar knolletjes op komen. Om dan die bacteriën te isoleren die in die knolletjes zitten. Onze rol in het project is om uit nodulen van soja die hier lokaal gegroeid is, de rhizobia te isoleren en te identificeren. Zodanig dat we een collectie hebben van lokale rhizobia aangepast aan onze condities. En onze partners in het project gaan daar dan de beste uit selecteren die de grootste opbrengst van soja bij ons kunnen opleveren. Wanneer burgers deelnemen aan dit project, zullen er bodemstalen in hun tuinen genomen worden. Die bodemstalen gaan geanalyseerd worden, nutriënten, pH-waarden bijvoorbeeld, gaan onderzocht worden en die informatie gaat ook terugvloeien naar de burgers. Zij gaan een beter zicht krijgen van de bodemkwaliteit in hun tuin en gaan ook adviezen krijgen om die bodemkwaliteit, die bodemvruchtbaarheid in hun tuin te gaan verbeteren. Daarnaast gaan ze ook geïnformeerd worden over duurzame, gezonde voedings- en landbouwsystemen. En we hopen hen op die manier ook te kunnen sturen richting meer duurzame voedingspatronen en ook een meer duurzame manier van aan tuinbeheer te doen.